Mijn naam is René Goris en ik ga je iets uitleggen over de download massage technieken. De download massage technieken vergelijk ik voor je een klein beetje met andere massage technieken uit andere soorten scholen, massageschoolen. Daarnaast ga ik je een klein beetje vertellen over wat je eigenlijk van die massages kan leren en wat de bedoeling is dat je van massage leert, terwijl je minder massages nodig hebt. Dus hoe een massage dus kan besparen op je kosten, op je medische kosten onder andere. Voor geval je het niet weet, het downloadprogramma is een volledig zorgprogramma met bewegingstechnieken zoals yoga, meditatie, tai chi, fitness enzovoort. Aan de ene kant, aan de andere kant voeding en dieet en vasten. En dan weer aan de andere kant de massagetechnieken en aan de andere kant acupunctuurtechnieken voor het verjongen van je gezicht en het afvallen van je lichaam. En allerlei andere daaraan gerelateerde technieken, pijnbehandeling enzovoort. En daarbovenop heb je eigenlijk als een soort piramide, heb je eigenlijk diverse vormen van Chinese geneeskunde. De technieken die in het download-programma eigenlijk naar voren worden gebracht en worden gepresenteerd, zijn allemaal technieken bedoeld om jou te helpen je eigen gezondheid te reguleren. Waardoor je technieken leert, waardoor je letterlijk eigenlijk grip krijgt op de verschillende functies van je lichaam. En dat is ook wat de massagetechnieken doen. Klein geheim over allerlei soorten massagetechnieken die je overal kan krijgen. Ook de Chinese massagetechnieken. Dat zijn invasieve technieken. En als gevolg van die invasieve technieken word je over het algemeen zwaarder belast in je lichaam wat je wil. En bovendien onderdrukken ze je vrije wil en maken ze je kwetsbaarder voor stress en voor ziektes. Dat is geen kleine ding wat ik daar zeg op dit moment over die massagetechnieken. Maar het is daadwerkelijk zo dat als je op tafel ligt en je wordt gemasseerd en je wordt eigenlijk gepassificeerd. En door het passificatieproces staat je weerstand open en ben je kwetsbaar voor allerlei invloeden, onder andere de gevoelens van de masseur. Dus een van de belangrijkste dingen in het downloadprogramma, ook als kritiek op andere technieken, is om ervoor te zorgen dat jij tijdens de massage vrij blijft. Vrij blijven is heel belangrijk, want bij vrij blijven leer je eigenlijk omgaan met stress. En of het nou een zittende massage op een stoel, of een liggende massage op een tafel, je moet vrij zijn, je moet bijbewust zijn. En je moet ervoor zorgen dat je zeg maar, zo open mogelijk raakt en dat je goed observeert wat er met je gebeurt. Zodat je zoveel mogelijk op kan pikken wat er gebeurt en dat je het makkelijk voor je gevoel, via je gevoel kan herhalen en daardoor het mechanisme geleidelijk aan over kan nemen. Dus normaal gesproken 10, 15 massages zouden voldoende moeten zijn om alle dingen, de ervaringen die je in de massage opdoet, aan te leren en daardoor voor in de meeste gevallen zelf te kunnen doen. Dat is nummer 1. Massage te leren. Massage leren is niet moeilijk. In een pakket van €400 kun je bij mij een massagetechniek leren, bijvoorbeeld normalisatiemassage, oliemassage of stoelmassage, die je kan gebruiken voor je werk, voor jezelf, voor je familie of iets in die geest. Er zijn allemaal verschillende technieken. Daar zijn ook nog Qigong-massages bij, waarbij je dus eigenlijk leert jezelf te masseren. En daardoor leer je nog weer meer nuances in de massagetechniek. Dus met 4 verschillende technieken leer je de volledige massagepraktijk. En dan krijg je van mij voor de prijs van 3 massagecursussen, krijg je 4 cursussen. Voor 4 cursussen. En 5e cursus, ja, daar krijg je toegang toe. Dat is basiskennis, anatomie en fysiologie. Die krijg je er gratis bij. Oké, goed. Dan denk je misschien, waarom zou ik bij René Goris gaan masseren? Wie is hij eigenlijk en wat doet hij eigenlijk? Ik heb inmiddels, alleen in een massagepraktijk, meer dan 30 jaar ervaring. Ik ben begonnen te masseren toen ik 1 jaar of 19 was. En ik heb daardoor heel veel mensen kunnen masseren in de loop van mijn leven. In Nederland en in allerlei andere landen. Waardoor ik eigenlijk goed heb leren begrijpen waarom de meeste masseurs niet langer dan 5 à 10 jaar meegaan. Ik heb goed gekeken en ik heb allerlei verschillende soorten cursussen meegedaan. Ik heb onderzocht en ook gekeken naar wat gebeurt er eigenlijk biologisch in die massages. En wat doen ze eigenlijk verkeerd, waardoor ze op een gegeven moment pijn krijgen in hun handen, in hun schouders, hun ellebogen, hun knieën, hun heupen, hun rug enzovoort. Waardoor ze op een gegeven moment na 5, maximaal 10, nou in enkel geval 15 jaar eigenlijk op zijn en daardoor niet meer verder kunnen masseren. Dat heeft heel erg te maken met de manier hoe ze masseren. En dat is een van de krachten van de cursussen die ik geef, is hoe leer je, hoe ga je eigenlijk masseren, hoe masseer je nou eigenlijk het beste, waardoor je zelf geen pijn gaat doen. Waardoor je jezelf niet verslijt. En hetzelfde geldt ook voor je cliënt. Hoe zorg je dat je je cliënt masseert, dat je cliënt ervan
profiteert, dat hij er beter van wordt, in plaats van dat hij er slechter van wordt.